Ja, ik moet even de snijbonen eruit halen, want opdracht van mijn vrouw, anders krijg ik het niet te eten. Al bijna 60 jaar lopen Zijderveldes naar de dorpsdiepvries om hun frietjes of vlees te halen. Zeker toen was dat een enorme vooruitgang. Zo, hier is het tenminste fris. De reden waarom dat ze dat deden was dat mensen nog helemaal geen eigen vriezers hadden, of bijna niet. En je zat in boerenland, om het zo maar te zeggen, met de volkstuin en het slachten van een half varken en een koe en dergelijke. Daar werd het voor gebruikt. Sindsdien is het traditie in Zijderveld. Handig, want het dorp heeft nog steeds geen winkels. Zijderveld heeft niks, maar we hebben wel de diepvries. En ja, het is toch een markante voorziening in ons dorp. Tot nu dus. Want door de hogere energieprijzen huur je een laadje niet meer voor een paar tientjes per jaar. Veel leden zegden op, tot verdriet van sommige inwoners. Ik heb thuis geen diepvries, dus als ik iets bij de winkel haal aan vlees en brood en groenten, dan breng ik het hierheen. Dat is voor mij heel veel waard. Een heleboel mensen zullen hem echt missen hoor. We hebben jaren ons best gedaan, maar helaas. Het is een ramp voor het dorp. Oh, ik kan er nog 4 keer snijden. Voor het einde van het jaar moet de vriezer leeg zijn. Daarom zit er voor deze inwoners maar één ding op. Ja, er zullen heel veel mensen in het dorp nu een vriezer moeten gaan kopen. Dat is gewoon zo.